In deze video zijn jullie tweeling? Zijn jullie verliefd? Ja. Hoe zit het tussen Maxime of Sophie met Quinten? We zijn weer terug met de Q&A. Jullie hebben allemaal verschillende vragen ingestuurd via Insta onder deze foto. Kun je even het zien? Dus wij gaan even kijken wat voor vragen jullie hebben gesteld. Nou, allereerst beginnen we gewoon met onze namen. Ik ben Maxime. En ik ben Sophie. En ik ben 19. En ik ben 18. Laten we gewoon gelijk met de eerste vraag in huis vallen. De vraag die echt iedereen stelt. Zijn jullie tweeling? Nee. Wij zijn geen tweeling. Wat zijn wij wel? Wij zijn beste vriendinnen al vanaf de basisschool. Yes. En ja, echt vanaf groep 6. We lijken wel echt heel erg op elkaar. Ik weet zelf eigenlijk ook niet hoe dat is gekomen. Ik denk dat het ergens een fout is gegaan. Ja, misschien met degene. Zeg het maar! Dat kan natuurlijk, hè? Tirza van der Wolf vraagt: zijn jullie ergens onzeker over? Because you shouldn't be. Oh. Ik ben altijd erg onzeker over mijn toekomst. Ik denk er echt super veel over na. Ja, ik snap wat je bedoelt als je kijkt verder in de tijd van wat heb ik dan nog, met wie ga ik nog steeds om. Je hebt nog heel veel hoofdstukken te gaan. Daar ben ik het 100% mee eens. Wat fijn dat we weer met elkaar eens zijn. Oh, heerlijk! Verkooien.zoe. Zijn jullie altijd zo close geweest als zussen? Nou ja, eigenlijk wel. Ik vond jou awesome, weet je. Toen ik je ontmoette, ja, in groep 6 leerden wij elkaar kennen. Mm-hmm. En ja. We gingen zeg maar naar een andere middelbare school toe. En toen zijn we even een tijdje uit elkaar geweest, want nieuwe school, ja. Nieuwe vriendinnen. Toen in de tweede klas, toen gingen we weer met elkaar afspreken. Ja, toen met het heisa. xdimfy_ vraagt: wat gaan jullie doen tijdens de lockdown? YouTube, video's maken. Nou, we zijn in ieder geval wel met een aantal dingen bezig. Die kunnen we nog niet vertellen. Die komen er nog aan, wordt superleuk. Ja. Jenny.hendrixx zegt: zijn jullie totaal hetzelfde qua jongens die jullie leuk vinden? Ja. Nou, het is niet van, oh, kan je dan op Henk? Ja, die vinden we allebei leuk. Maar het is wel, het is niet dat ik bijvoorbeeld op een heel ander type val dan jij. Nee, qua uiterlijk, op zich hebben we allebei wel, oh, kijk, dat is een knappe jongen. Ja, het is een wij, ja. Ik heb nog nooit gehad dat ik verliefd was op de jongen die jij leuk vond. Nee, en andersom ook niet. Maar zo'n kant. Koudbloedig. Hanna Lois Medema. Ja, ik weet niet of ik het goed zeg. Hebben jullie ooit echt ruzie gemaakt? Nee. We hebben nooit echt ruzie gehad. Ik maak sowieso nooit ruzie. En dan ben ik zeker niet van plan om het met jou te gaan doen. Als je veel communiceert met elkaar, alles gewoon vertelt, eerlijk bent, dan kan het bijna niet voorkomen dat jij echt barstende ruzie krijgt met je beste vriendin. Wij kunnen dingen heel goed uitpraten. Stel dat wij ooit een discussie hebben, dan zijn we altijd gewoon stil. Dan zitten we zo naast elkaar. En op een gegeven moment is het... sorry! Ja, dat is weer goed. Deze vraag is, denk ik, voor jou. Oh. Famke_RutgersXX vraagt: hoe zit het tussen Maxime of Sophie? Geen idee, haha, met Quinten. Quinten en wij zijn gewoon matties. Ja, gewoon vrienden. Er zit verder niks achter. Ik vind het gewoon leuk om video's met elkaar op te nemen. Het is niet dat Sophie ineens een crush heeft op Quinten of zo. Of Quinten op Sophie, dat is niet zo. Nee. Maar we maken gewoon video's met elkaar. Esmeraldo010 zegt of vraagt: zijn jullie verliefd? Nee. Ja. We gaan door. Oh, mij toch, baby? Kijk, ik zou graag ja willen zeggen, maar het is eigenlijk iemand anders. Ja. Neem die Q&A maar in je eentje op. Dat was leuk. Hey, Lin_VDW vraagt: wat zouden jullie voor elkaar kopen met 1 miljoen euro? Een huis, dan kom ik er ook in. Dus ik denk gewoon een normaal, wel een goed huis. En dan helemaal afbetalen. Met 1 miljoen. En dan verhuren we hem. Dan maken we er 2 miljoen van. Dat is echt een goed idee. Dus als jullie 1 miljoen euro voor ons hebben, die jullie gewoon even aan ons willen geven, laat het even weten in de reacties. Dankjewel.
We gaan weer door. Ian Stukje vraagt, wanneer begon je met TikTok? Waarschijnlijk jullie. Anderhalf jaar geleden volgens mij. Je had wel eens dat je af en toe wat postte. Soms posten we maar één keer in de maand. Ja. En echt sinds een half jaar doen we het echt serieus. Ik moet je daar goed gelijk geven, dankjewel. Dankjewel voor je antwoord. Lize, ik weet niet of ik de namen allemaal goed zeg. Lize K-K-E-E-E vraagt, waar komen jullie kleren vandaan? Van welke winkels? Zara, denk ik. Ja. Ik denk dat die op het nummertje 1 staat. Bernie Melvin vind ik af en toe ook heel leuk. Ja. Soms heb ik Insta ook van die kleine accountjes of zo die net zijn begonnen. Of ja, dat is leuk. Dat is mensen leuk. Die echt, ja. Ja. Ik vind Naked bijvoorbeeld ook wel heel erg leuk. Ja, dat vind ik ook leuk. En Weekday. Maar ik heb hem nog nooit besteld, want het is best wel duur. Florieke naast Steepje Spa vraagt, wat is jullie favoriete snack? Knakkers en bladerdeeg, denk ik wel, hè? Als ik dat in mijn broodtrommeltje meekrijg, dan word ik erg blij, hoor. Ja, ik ook. Chocola ook, maar wel echt die... Oh, even eerlijk, van de markt hier, zeg maar, we wonen in het dorp. Maar hier de markt heb je dus van die chocolaatjes met vulling erin. Die bonbons, die zijn zo... Die zijn zo... Haha. Juliette.mari... Ja, doe maar gewoon, ja. Marjeu. Hey, wat vinden jullie het tofste aan elkaar en waarom? Dat is een goede vraag. Ik heb niet zoveel namelijk. Ja, ik vind meer dingen niet leuk aan jou dan dat ik het wel leuk vind. Ik kan niet heel veel bedenken, maar als ik dan echt iets moet bedenken, is er maar één ding. En dat is alles. Ja, ik denk dat ik daar ook voor ga. Ik wil origineel doen, maar dat kan ik niet. Ik vind je leuk zoals je bent. Ik wil eerst even die hand even uit mijn gezicht halen. Het is coronavirus. Hè? Zo, je doet alsof ik dat nooit heb gedaan. Ja, nadi. Kazu zegt, wow, basketballen jullie? Nee, bij paardrijden. Ja, op hoog niveau. Heel hoog niveau. Bij Ankie van de Grens fan. Nee, oké, wij doen wel aan basketbal. Ja. Wacht, vertel even alle sporten die jij in je leven hebt gedaan. Vanaf begin tot nu. Ik begon met gymnastiek. Korfbal. Oh ja. Zwemmen heb ik heel lang gedaan. Ik heb 6 diploma's. Zeker ook te zien aan mijn armen. Ik dansen. Heb ik ook op gezeten. Valt zeker te zien in onze dansvideo's. Ik ben enorm goed. Ballet, ja, daar heb ik me 1 maandje voor ingeschreven. En toen ben ik weer gestopt. Ja, en basketbal natuurlijk. En dat doe ik nog steeds. Wat ik heb gedaan in het leven. Wat als je het even niet zou doen? Hè? Zit hier mensen te kijken, hè? Oké. Okay. Dat ik zat op dansen, ik heb paardrijden gedaan, ook dansen 2 jaar, paardrijden 4 jaar. Ik heb kunstschaatsen gedaan, 5 jaar en basketbal echt al best wel lang. Ik denk basketbal inmiddels alweer 7 jaar. Vraag van x.wies.xx, hoe zijn jullie op TikTok gekomen en super groot geworden? Ik denk dat je nooit moet beginnen met als doel, ik wil groot worden. Het kan natuurlijk, maar je moet wel echt kijken. Vind ik het leuk. En wij vonden het sowieso vanaf dat we heel klein waren al heel leuk om video's te maken. Mm-hmm. Ja, nee. En dan. Oh, shit. Oh, voor de mensen die ook vragen hadden: zijn jullie nou drieling? We hebben hier iemand. Daar heb je de derde zuster. Ja. Ik zie er echt niet uit. Lekker voor zwerven, bro. Nou, in ieder geval, hier komt de foto in beeld. Ja, dat is dus Romy en dat is dus mijn zus en niet die van Sofie, want Sofie is mijn beste vriendin zoals we al hebben uitgelegd. Lekker de sokken op inderdaad. Die smerige sokken. Oh, wat sokken. Wow. Dit wordt de laatste vraag. Ik vind het wel een leuke afsluiter van Fardown08. Wat voor kracht zouden jullie willen hebben als je mocht kiezen? Vliegen. Ik wil gewoon echt kunnen vliegen. Ja, ik denk ook vliegen. Wel snel vliegen, want anders had ik teleporteren gekozen. Kijk, van 100 km per uur of zo, dan... En als je er 2 mocht kiezen? Ik zou willen weten of iemand tegen je liegt of niet. Gewoon of iemand de waarheid spreekt. Dit was de Q&A. Ik hoop dat jullie het super leuk vonden. Wij vonden het in ieder geval niet leuk. Maar ja, jullie misschien wel.
subscribe en like en reageer even onder deze video. Wat voor vragen jij nog graag een keer terug wil zien. En misschien komt er nog wel een deel 2 aan. En laat ook even weten in de reacties wat voor video's je nog meer van ons wil zien. Want we hebben nu toch alle tijd. Precies. Nou. Fijne lockdown iedereen. Doei.